Hey guys, welkom bij een nieuwe video. Het leek Mibi en mij leuk om een andere video op te nemen in plaats van een vlog. En ik had een tijdje geleden gevraagd aan jullie wat jullie leuk zouden vinden qua extra video's. En iemand was toen op het idee gekomen om een video ging opnemen waarin Bibi voor mij gaat shoppen. Dus dat is deze video, wordt dat. Dus wat we nu gaan doen, we filmen het intro even samen. Dus ik ga nu geld overmaken naar jouw rekening. 100 euro krijgt Bibi als budget. Dat is best wel veel op zich, toch? Ja. Ik denk wel dat het gaat. Ik maak 100 euro over naar Bibi. Bibi gaat dan morgen de stad in. Of morgen ga je de stad in? Ja. Dat gaat ze filmen. En dan gaat zij een hele outfit voor mij shoppen. Ik weet niet, je mag zelf kiezen of je ook schoenen doet. Oké. Ja, schoenen is wel duur. Ja. Natuurlijk. Ja. Nee, doe maar zonder schoenen. Alleen geen schoenen. Maar wel iets van sieraden. Dat is wel leuk. Ja. En ik ga dus niks zeggen. Ik ga mijn maten niet zeggen. Ik ga niet zeggen wat ik leuk vind. Het moet zeg maar echt gebaseerd zijn op hoe jij mij ziet. Wat jij denkt dat ik leuk vind. Mega hoerenjurk. Dus dat gaat Biebs doen. Die gaat jullie meenemen. En nou ja, dan als ze zeg maar weer terugkomt daarmee uit de stad, komt ze naar mij toe. Als ze geshopt heeft. En dan gaan we dat dus filmen. Dat ik het ga unboxen. En aan ga proberen. En dan gaan jullie dat zien. Dus ik ben heel benieuwd. Kijk gezellig mee. Ja, jij ook. Ja, jij mag iets leuks doen. Jij kan lekker een beetje shoppen. Nee, ik vind het erg. Nee. En het geld dat je overhoudt, ga je dat aan jezelf uitgeven. Als je geld over hebt. Oké, nou, jullie gaan het zo zien. Okay, het is nu een paar dagen later. Het is maandag. En we staan nu op het Leidseplein. We weten nog niet helemaal wat voor outfit we gaan doen. Maar daar komen we denk ik onderhand wel een beetje achter. We gaan een soort van LA Girl-achtig iets doen. Dus we doen een zo'n bralet. En dan met spijkerjasje, een rokje en iets van een zonnebril of zo. Ja. Dus dat is een beetje het idee. We zijn nu in Zara op zoek naar een spijkerjasje of iets. Of een leuk jasje. Dus dat gaan we even zoeken. We hebben nu dit spijkerjasje gevonden. Maar ik weet niet of zwart. Het is misschien een beetje te casual. Ja. Dus we gaan even doorkijken. Misschien is het wel leuk om zo'n cropped jasje te doen. Of juist zoiets. Dit is echt best wel grappig. Ja, ik ook. Maar laat iets spijkers zien. Ja. Maar die is wel heel leuk. Ja? Zullen we deze doen? Ja. Ja, met een leuk rokje. Dat is wel leuk. En zo'n bandeau, dan zie je dit zo. Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Aankoop nummer 1. We hebben dus nu dat jasje. En we hebben net bij de Monkey deze bril. Wij dachten, dat was er waarschijnlijk wel echt heel leuk bij. Dus we zijn nu weer onderweg terug gaan lopen naar de Runny en Subway. Ja. Want ik denk dat we daar wel echt voor kunnen vinden. Dus. Een beetje in geldnood. Maar we hebben denk ik een plan, want we hebben zo'n bralet en oorbellen gezien bij de Brandy. En nu moeten we dus voor 28 euro nog een rokje kunnen vinden. Ja. En dat gaan we bij de H&M doen. Ik wil er bij de Hema. Dus we gaan nu eventjes die bralet en die oorbellen doen. Ik heb nu die dingen gekocht bij de Brandy. Ik loop nu naar de H&M en dan zijn we hopelijk klaar. En ik ben weer een beetje hopen dat we een rokje vinden. Ja, maar ik ben nu wel een beetje uit stress. Want we hebben nog wel gewoon genoeg geld over voor dat rokje. We staan in de pashokjes van de H&M. We gaan stiekem even alles passen bij elkaar. We hebben eventueel ook schoenen bij de H&M. Deze, dat is een leren. Ja, dat is een ding. En deze witte. Ik vind die wel echt heel leuk. Ja, ik vind hem ook best leuk. Oké, okay. Dus nu gaan we even alles bij elkaar aanpassen. Maar dat gaan we weer laten zien. Ja. Want dat zien jullie zo meteen. Oké, we zitten even bij de Starbucks. En we hebben alles. Nu, even kijken. Hier en daar. Naar huis toe. En dan gaan we door. Aanpassen. Dus ik zie jullie zo. Oké, guys. Nou, het is alweer even geleden sinds jullie mij gezien hebben. Biebs, heb je die nog wel gezien?
Maar dat heb ik allemaal niet gezien. Want je hebt gevlogd, nee, toch? Ja, dus dat heb ik niet gezien. Maar Bibi is nu bij ons aangekomen. En we gaan morgen naar Marrakesh toe. Dus we zijn even alles een beetje aan het inpakken. En Bibi die kwam met een geshopte... Ik hoop dat ik hem mee kan nemen naar Marrakesh. Is het winter? Het is zomer. Oh, oké. Dus kan het, maar als het leuk is, kan ik het meenemen. Ja. Dus dus Bibi heeft geshopt. En ik denk dat het in deze tas zit. Ja, oké. Wat vind je er zelf van? Ik ben zo benieuwd wat je gekocht hebt. Het was echt moeilijk. Ja. Echt? Ja. Waarom? Omdat ik al veel heb. Ook. En je hebt heel veel dingen. Ja. Het is gewoon echt lastig om een thema uit te doen. Zou ik gewoon eerst alles eruit We gaan eerst even de tas laten zien. Bibi heeft... Oh, dit is echt zwaar. Ja. Zara en... Ja. Dat is ook een van onze lievelingswinkels. Randy. Ik pak eerst alles eruit en dan daarna doe je het aan. Oké. Ja, we gaan eerst alles laten zien. Ja. En dan ga ik daarna het aantrekken. Dit is een jasje. Oh, die vind ik heel leuk. Het is een cropped spijkerjasje. Ja, cool. Maar echt cropped. Kijk, je zal het wel laten zien. Hij is zwart denim. Ja. Oh, je hebt het natuurlijk allemaal laten zien. Ik zie het alleen voor het eerst. Cool. I like it. Leuk? Ja. Heb je hem oversized of is hij oversized? Hij is best wel. Oké. Dan een leren rokje. Oh, dit is wel echt top. Want dit heb ik echt nodig. Hier ben ik echt heel blij mee. Welke maat heb je genomen? SO. Ik weet niet of die dan past. 32. Oh, nou, dan die pas ik sowieso. Oh, wat chill. Een eindelijk rokje dat ik pas. Dan... Daar ben ik echt heel blij mee. Want ik heb namelijk geen normaal zwarte rokje. Want ik ben uiteengescheurd laatst. Gewoon. Ja, I love it. I know. Ik vind dit echt fab. Wel, oh my god, Bibi heeft een nieuwe roeping in haar leven. Stylist. Dan deze hele leuke band, scrunchie. Ja, daar ben ik natuurlijk altijd blij mee. We love scrunchies. Oorbellen. Oké, daar ben ik heel benieuwd naar. Oké, heel cool. Oh my god. Dit is zo leuk. Ik krijg nooit een kleur. En ik heb zelfs een zonnebril. Wat goed, je bent echt gewoon... Maar het past ook allemaal bij elkaar. Ik kan deze outfit in zijn totaal nu gaan aantrekken. Ja. Kijk hem. Top doen. Ja, deze vind ik ook heel vet. Ik hou echt van die ket-type. Ja. Maar dit is ook top voor Marrakesh. Ja. Vind je leuk? Ja. I love it! Oké. Ik ga het helemaal aantrekken. Ja. En dan ga ik zo meteen... Oh ja, en ik had ook nog wel bedacht dat ik schoenen hier de type aan de verder zijn. Die laarzen? Ja. Heb je die bij je? Nee, die hoge, grote, kleine schoenen. Deze? Misschien? Ja, die. Die ik nu aan heb. Oké, top. Nou, ik ga het aantrekken en dan zien jullie mij zo. Oké, even serieus. Ik ben zo blij met deze outfit. Kijk hoe cool het is. Dus dit rokje van de H&M. Wacht even zo. Deze strapless top. Die is echt zo chill. Hier ben ik zo blij mee. Van de Brandy. Dit jasje van de Zara. Zit zo aan de achterkant. En dan had Bibi dus voorgesteld dat ik hem met Triple S Balenciaga sneakers zou doen. En dan deze zonnebril. Zo. En deze heb ik op mijn arm. Die scrunchie, dat doe ik sowieso zelf heel vaak. En dan deze oorbellen, die zijn ook echt te cute. Hoe leuk. Dit is echt een thumbs up voor Bibi gewoon. Oké, nou, ik ben super blij met mijn outfit. Heel erg bedankt. Ik ben echt super benieuwd wat iedereen ervan gaat vinden. Jou ook zeker. Van jouw styling talent. Ik denk dat iedereen het echt heel vet gaat vinden. En heel erg bedankt voor het kijken. Als jullie nog niet gesubscribed zijn, doe dat dan hieronder. En laat een comment achter. En duimpje omhoog natuurlijk. En dan zie ik jullie zondag weer. Zondag komt onze vlog van Marrakesh online. We gaan één leuke video maken van Marrakesh. Dus die komt zondag online. Nou, misschien twee. Even kijken, want we zijn er best wel lang. Ik denk twee misschien. Dus bedankt voor het kijken en dan zien we jullie zondag.